vroege voorjaar zie je de skeletten van bomen en struiken en dat is het ideale moment om ze bij te snoeien. Maar okkernoten, berken, esdoorns en druiven, daar blijf je nu beter af. Want uit die snoeiwonden kunnen ze dagenlang bloeden en dan kunnen de planten afsterven en dat willen we niet. Dus beter wachten tot in juni. Gooi je snoeihout niet weg, je kan er van alles mee doen. Je kan het verhakselen en als mulch gebruiken. Je kan het als steun in de borders gebruiken. Maar ik ga er heel creatief mee om en ik ga er mooie dingen mee maken. Ik ga de krulhazelaartakken verwerken samen met lentebloeiende vaste planten. En ik doe eerst een beetje kleikorrels onder in de bak. Waarom? Omdat dat water opneemt en water afgeeft. En dan gewone teelaarde. Goed materiaal. Van humusrijk. Dan kap ik er gewoon op. En daar ga ik dan de kleinbloemige saxifraga. Zou eens een beetje te goed zetten en dan een prachtige helleborus. Of kerstroos noemen ze dat ook. Nummer 3. Voilà. Heel simpel, hè. Maar dat is het mooiste. Hè? Zo. Goed aanduwen. Dat blauw van die viola, cornuta, doorlevende viool, dat geeft een beetje pit aan de zaak. Hè? Voilà, ze. En nu mijn takken nog en klaar is kees. Hè? Enfin, kees, bloemstuk eigenlijk. Hè? Steek dat er zomaar ergens in. Dat is prachtig materiaal om mee te werken, die krulbomen en krulstruiken. Voilà, ik heb dit nu gemaakt met krultakken. Maar je kan ook perfect takken van kastanjebomen eigenlijk met de prachtige knoppen in gewoon in een vaas zetten en ergens als decoratie. Of de cornus en de forsythia hierachter op water zetten en zo breng je de lente veel vroeger in huis.